Goedemorgen allemaal, leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe week. Ik ben weer bij het Dutch Festival of Magic in Ede. Dus ik nog wel aan. Yeah! Herros? Ja. En we zijn vandaag in Amsterdam. Wat is jouw naam? Bo. Ik ga gewoon even lekker een late night ass unboxing. Welk getal heeft u gekozen? 5. 5! Goedemorgen allemaal, leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe weekvlog. Het is vandaag vrijdag en ik zit in de auto onderweg naar Ede. Ik heb hier een lekker broodje en het is nog lekker op tijd. Het is 9 uur 's ochtends. Wij zijn nu onderweg naar Ede, want daar vindt vandaag het Dutch Festival of Magic plaats. Dit festival vindt ook morgen plaats en was gisteren ook al. Maar gisteren kon ik er niet bij zijn. Ik heb er heel veel zin in vandaag en ik ben heel veel benieuwd wat voor acts ze hebben. Want het is een Nederlands kampioenschap goochelen. Dus ze hebben stages op het podium, maar ze hebben ook close-up. En dat is dus wat dichterbij. Dat is eigenlijk table magic. Ik ga jullie vandaag meenemen en hopelijk kunnen jullie er wat van leren voor de mensen die hier een beetje onbekend in zijn. Dus vind je de weekvlog nou leuk? Doe dan alvast even een duimpje omhoog. Vergeet je onder niet te abonneren en heel veel kijkplezier. Ik ben inmiddels aangekomen in Ede bij het Dutch Festival of Magic. Ik heb vandaag heel veel zin in en ik ga jullie een beetje proberen mee te nemen. Want ik ga dus vandaag heel veel interviews doen met allemaal mensen die meedoen en nog veel meer. Morgen ben ik er ook en ik denk dat ik morgen meer tijd heb om dingen te laten zien. Dus mochten jullie vandaag niet heel veel zien, dan zie je dit sowieso morgen. Dus ik ga jullie vandaag proberen mee te nemen, wat sfeerbeelden, wat leuke dingetjes. We zien het allemaal wel. Ik ga snel naar binnen en ik ben heel benieuwd naar alle acts. Hallo allemaal, wij zijn dus nog steeds op het Dutch Festival of Magic en ik ben hier met Rob en Emiel en zij hebben net een super vette act neergezet tijdens het Nederlands kampioenschap toneelgoochelen. Een vliesjaal, meneer, wilt u die controleren? Ik ga die namelijk als blinddoek gebruiken en zien of u er niets doorheen kunt zien. Donker? Het is een groen bandje, klopt dat? Groene kast. Zilveren wijzerplaat. En kijk eens naar het merk. Komt een beetje langzaam op gang. Het is een diesel. Klopt dat toch even? Jij bent de enige die de tijd weet, klopt dat? 1:30. Hoe vond je de actie al gaan? Ja, het ging eigenlijk wel heel erg lekker. We hebben de afgelopen maanden heel erg hard gewerkt aan die act. We doen hem al heel erg lang. Ja. Maar we hebben allemaal kleine details veranderd. In de hoop dat collega's dat waarderen. En dat de act net weer wat strakker en wat mooier wordt. Nou, en dat is naar mijn mening heel goed gelukt. Maar is er ook nog iets anders wat jullie hier nog verder aan willen uitbreiden of echt anders zouden willen doen? We zijn nog aan het overwegen of we misschien een element van dansen in toe kunnen voegen. Ik kan heel goed buikdansen. Als ik één keer spring, dan gaat de rest een kwartier vanzelf. Dus we zijn aan het overwegen om dat toe te voegen. Ja. En Emiel zijn tapdans. Ja. Super, wordt vast helemaal goed. Ziet er maar uit te kijken. Ja. Ja. Nou, in ieder geval bedankt voor het interview even. En heel veel succes. En hopelijk word je gekwalificeerd op PK. Ik ga nog even oefenen. Wow. Ja, hoef je niet te... Sorry, mag niet op beeld. Ik ben inmiddels alweer thuis. En ik heb vandaag dus echt ontzettend weinig gefilmd. Omdat ik heel veel dingetjes moest doen en ik daardoor tussendoor niet echt tijd heb gevonden om iets te filmen. Nu heb ik hopelijk wat leuke beelden gekregen van hoe het eruit zag of wat ik gedaan heb qua interviews. En hebben jullie die zojuist al gezien? Mocht ik het niet gehad hebben, dan helaas niet. Maar ik ga morgen heel erg veel mijn best doen om leuke dingen te maken voor jullie. Er waren ook heel veel leuke mensen waarmee ik nog wel even wat leuks kon doen voor de camera. Dus dat ga ik allemaal even regelen voor jullie, want morgen heb ik veel meer tijd. Ik heb trouwens net wel als hele leuke verrassing, altijd lekker thuiskomen, 2 pakketjes gekregen. Van Naked Fashion. 1 hele volle zak. En nog een volle zak. En het is echt 12:30 s'nachts. Maar goed, ik kan natuurlijk niet gaan slapen zonder dit pakketje hier te laten liggen. Want morgen moet ik er weer vroeg uit. Dus ik ga denk ik even gewoon de pakketjes openmaken. Ik ga even een snelle kleine unboxing doen. Midnight. Lekker laat, maar goed, ik ga het openmaken. Dit is het eerste pakketje. Ik heb dit overigens gekregen. Dus het is niet gesponsord, maar ik heb het gewoon gekregen van Naked. Oké. Eerste zakkie. Ik ga niet alles uit de verpakking halen. Ik ga gewoon vertellen wat is. Want ik weet wat ik uitgekozen heb. Dus anders kost het te veel tijd. Ik heb hier een wit blouseje met een hoog kraagje. En met wit en donkerblauwe stipjes. Ik heb hier hetzelfde soort blouseje ook met een hoog kraagje. In een panterkleurtje.
Ik heb hier een... Oh ja, dit is leuk. Dit is een... een jurkje. En dat lijkt een beetje op een colbertje in het zwart. En dit is van de collectie van Anna Nushin X Naked. Superleuk. Ik heb hier een zwarte broek. Gewoon lekker basic. En hierin zit een kettingje. In het zakje staan twee kettingen. En het zijn een soort van... Ja, van die kointjes. Als je snapt wat ik bedoel. Van die muntjes zijn dit. Heel cute. We hebben dus nu pakketje 1 geopend. En we hebben hier nog zak nummer 2. We hebben hier als eerste weer een blouse. En dit is een beetje een soort beige kleurtje. Een soort van legging broekje in een slangenprintje. Heel leuk. Een blouse in het zwart. Zeg maar een soort van blouse slash top. Met een V-hals. Heel leuk. Dan hebben we hier nog een blouse met flerpmouwtjes. En dan hebben we hier nog een jurkje. Ik weet niet welke dit is. Maar dat ga ik zo even checken. Superleuk in ieder geval. En ik heb hier nog eentje. Die zag ik onderaan de stapel liggen. En dit is een of ander blouse met off-shoulder mouwtjes. Dus ik heb weer een lekker aantal kleren. Misschien ga ik hier morgen wat leuks van aandoen. Want het zijn wel hele leuke items. Ik heb waarschijnlijk ook een kortingscode, dus zal ik even in de beschrijving droppen als ik hem al heb en als hij nog geldig is. Ik ga nu lekker slapen, dus good night allemaal en tot morgen! Goedemorgen allemaal, ik ben weer bij het Dutch Festival of Magic in Ede. En net is al het gedeelte close-up geweest, het Nederlands kampioenschap close-up goochelen. Dat zeg maar met bij de tafel en zo en dat soort dingetjes. En zometeen gaat het toneel plaatsvinden. Ik ben heel benieuwd naar de acts. En ik ga straks ook nog wat leuke interviewtjes doen. Dus ik ga gewoon een beetje een compilatie van alles. Wat leuke sfeerbeelden voor jullie erin doen. En dan heel veel kijkplezier weer. En het is super lekker weer. Dus wel een beetje jammer dat ik vandaag binnen zit. Maar goed, we gaan er het beste van maken. Ik heb er heel veel zin in en ik ben super benieuwd. Dankjewel. Ga lekker zitten. Ja, tof. En wat is jouw naam? Bo. Bo, ontzettend fijn dat je mij wil helpen, Bo. Je krijgt zelfs een microfoon erbij. Ik laat hem even aan jou zien. Ik laat hem even aan iedereen zien. Ik laat ook even de rest van het kaartspel zien. Als u denkt, ontbreekt iets, dat klopt. Want beeld je maar eens in dat het een echte speelkaart is. Wat zou het kunnen zijn? Noem ze een klaver 8, hart 10, zo'n soort kaart. Wat zou het kunnen zijn? Hart 7. Ja, van tevoren zijn er door de commissie 3 willekeurige toeschouwers geselecteerd. Ja. Zouden jullie naar voren willen komen? Wat is jouw naam? Bo. Bo? Martin. Martin? En Jan. Bo, Martin en Jan. Leuk. De eerste willekeurige manier is met een spel kaarten. Lukken? Ja. Je mag een kaart pakken. Ja, deze. Ik ga nu proberen uw getal. Denk goed aan je getal. Oké, ik denk dat u voor dit getal bent gegaan. Nog niet kijken. Dat blijft het voor u nog verrassen. Voor het eerst. Welk getal heeft u gekozen? 5. 5! Ik sta hier naast de grote winnaars van het Nederlands kampioenschap goochelen. En alle handen zijn vol met prijzen. Welke prijs hebben jullie allemaal gewonnen? Nou, de eerste prijs in mentalisme. De oorkonde voor de categorie die heet uitvinding. Waarin wij iets dat wij bedacht hebben, mochten presenteren aan de jury, die hebben beoordeeld of dat er een oorkonde waard is. Dat is een hoge onderscheiding voor als je iets unieks bedacht hebt. Maar daar mogen we verder niks over vertellen. Dan hebben we nog de Henk van Meijden wisseltrofee. Dat is voor de beste Nederlandse act van het congres. En we hebben de Grand Prix. Dat is voor de beste act van alle acts. Nou, jullie kunnen wel zeggen dat in ieder geval jullie act geslaagd is en dat jullie heel tevreden naar huis mogen gaan. Dank voor het interview en heel veel succes in Canada. Yay! Hallo allemaal, het is alweer zondag vandaag en ik ben hier met mijn hele second family. Hè Roos? Ja. Yeah. En wij zijn vandaag in Amsterdam. We gaan even lekker shoppen. We zijn al best wel een tijdje in Amsterdam. Ik heb nog niks gekocht, jij hebt al best wel veel. 3 Levi's broeken jongens, 3 hè. Maar goed, we gaan even naar wat andere winkels, trouwens even lekker lunchen. En ik heb net wat drinken gehad, dus ik heb natuurlijk alweer gesmeerd op een nieuw blouseje. Super nice, maar goed, we gaan even lekker winkelen denk ik toch? Zeker. We lopen dus in de stad en het is echt niet normaal warm. Het is volgens mij echt 28 graden of zo. Ja, zoiets. Dus iedereen loopt lekker in de korte rokjes, korte broekjes. Nu heb ik een spijkerbroekje aan. Spijkerrokje aan van Levi's. En hij is best wel kort, dus ik zit echt de hele dag door al. Te trekken aan mijn rokje. En op het moment dat ik trappen oploop, het is echt een drama. Roos heeft een broekje aan. Iets slimmer.
En wat hebben we de rest aan? Pauline heeft ook een rokje aan, maar die is wel iets langer. Jij hebt ook een rokje. Ook een rokje. Milou heeft een jurkje. Nou, top. We lopen dus nog steeds in Amsterdam. En ik heb nog niet heel veel gekocht, maar ik heb net wel iets heel erg leuks gekocht. Ik heb daar een armbandje gekocht. Ben er super blij mee. En ik ga nu zo meteen richting mijn ouders toe. Want we gaan zo meteen naar een hele leuke barbecue van Feline toe. Dus heb ik heel veel zin in. Lekker eten. Lekker met dit heerlijke weertje. Want het is echt zo warm. Dus we gaan even kijken of we hier levend over kunnen steken. En dan gaan we lekker naar de barbecue toe. Ik ben weer thuis van de barbecue. En ik heb daar niet heel veel gefilmd. Omdat het natuurlijk ook andere mensen waren. En dan vind ik het nooit zo netjes om daar te filmen. Daar heb ik hier mijn tasje wat ik vandaag gehaald heb. En ik wil jullie toch even laten zien wat ik gekocht heb. Omdat ik er heel erg blij mee ben. En ja, jullie denk ik ook wel leuk vinden om te zien. Nu wil ik wel even meegeven. Dit is natuurlijk best wel prijzig. En ik heb er zelf best wel gewoon gespaard voor. Ik leg altijd vaak geld aan de kant. En als ik dan echt iets heel erg moois wil kopen, dan koop ik dat op een gegeven moment als ik dat kan. En ik wil dus wel meegeven van, het is voor mij niet normaal. Zoals sommige mensen tegenwoordig alleen maar dit soort dure dingen kopen. Nee, ik vind het gewoon heel erg leuk. Ik heb er hard voor gewerkt. Dus zodoende, dat wou ik wel even kwijt voordat ik straks reacties krijg van, oh dit of oh dat. Ik ga het even openmaken en laat ik het jullie zien. Wat ik heb gekocht is dit armbandje. En hij is dus van leer. En dan met een gouden veetje. Ik vind hem heel mooi. Ik ben er heel erg blij mee. En je kan deze dus gewoon dragen als een zwaar als armbandje. En eigenlijk heb ik dus deze gekocht. Ik kijk trouwens net naar de camera. En ik heb de laatste zo vaak. Dat mijn kettingjes, die draaien altijd, zeg maar, zo met het sluitingje. Dus in de loop van de tijd gebeurt dat gewoon. Mochten er trouwens mensen zijn die daar tips voor hebben. Of een trucje waardoor dat niet meer gebeurt. Let me know in de reacties. Ik ga nu even lekker mijn make-up afhalen. En dan ga ik lekker in bed liggen. Want ik ben best wel moe. Dit was eigenlijk alweer de vlog voor deze keer. Ik heb dit weekend niet heel veel kunnen vloggen. Maar ik vond het wel erg leuk om jullie mee te nemen. En ik hoop dat jullie alsnog een beetje wat van mijn weekend hebben kunnen zien. Vond je de weekvlog nou leuk? Doe dan even een duimpje omhoog. Vergeet je onder niet te abonneren. En tot de volgende keer. Doei doei!